We gaan praten met Erik Smit. Zijn boek is al iets eerder uitgekomen. Volledig in het geniep en in het geheim. Zo is het. Waarom, daar gaan we het ook over hebben. Het gaat over Nina. En Nina behoeft eigenlijk nog misschien geen achternaam, maar wij weten toch dat het Nina Brink is. En dat klopt, hè? Storms tegenwoordig. Nina Brink Storms is het dan, geloof ik. Ja. Nou ja, hoe dan ook. Deze dame heeft een nationale bekendheid gekregen. Ze was natuurlijk al bekend in de wereld die jij heel goed kent, maar nationaal bij de beursgang van World Online. Laten we even kijken hoe dat ging. Het is 333 gulden per aandeel en het stijgt. En wie weet wat het waard is over een half jaar. Ja, mensen, gebakken lucht. World Online is helemaal niet zo'n verschrikkelijk groot bedrijf. Maar door de entourage bij de beursgang en massale belangstelling van de pers leek het haast een historische gebeurtenis. Deze kant op. Nog één keer deze kant. Momenteel vind ik het heel erg goed. Toen het aandeel World Online vrijwel direct in een glijvlucht belandde, was het feest voorbij. Beleggers, analisten, pers. De onthullingen, beschuldigingen en scheldkanonades waren niet van de lucht. Een greep uit de reacties. Mevrouw Brink is een bedrieger. De manipulatieve kant van mevrouw Brink is ongeëvenaard. Ze zet de financiële wereld voor schut. Ja, het is 10 jaar geleden. Ja. En waarom vond je het nu nog interessant om een boek over Nina Brink te schrijven? Nou, er is natuurlijk volop aanleiding toe. Er is natuurlijk recentelijk nog een uitspraak van de Hoge Raad geweest, 27 november. Een hele lange rechtszaak die jarenlang geduurd heeft. Verenigde effectbezitters. Ja, voor de slachtoffers van World Online. Voor de slachtoffers. Ja, ik heb me eerlijk gezegd nooit echt heel erg kunnen identificeren met die slachtoffers. Want ik heb altijd die belegger nogal stupide gevonden. Gezien het feit dat er genoeg informatie voor die beursgang vooraf bekend was, dat het helemaal niet zo'n goed bedrijf was. Dat het businessmodel niet heel erg deugde. En eigenlijk kon je, als je het prospectus goed las, ook lezen dat het gewoon eigenlijk helemaal niet zoveel goed ging in dat bedrijf. Ja. Maar er hing een sfeer rondom dat bedrijf waardoor die beleggers toen dachten, ja, goed, daar moeten we bij zijn. Het was de internethype. Dus ja. Het was een collectieve zinsbegoocheling. Mensen die dachten allemaal, we gaan hier rijk mee worden. Mensen dachten echt van, nou, op welke koers zullen we uitstappen? Het bedrijf ging voor €43 naar de beurs. Mensen zaten echt te denken van, nou, gaan we bij 120 eruit of bij 180? Ja, dan denk je, nou, dat is onbestaanbaar. Terwijl het bedrijf natuurlijk eigenlijk niet zoveel kon en klein was. Maar goed, mijn vraag was toch waarom je nu nog zo geobsedeerd bent door Nina? Nou ja, geobsedeerd. Dat heeft het wel een beetje. Ja, dat zou kunnen. Zo zegt zij het overigens inderdaad ook. Dat ik helemaal geobsedeerd ben. Jaren heb je eraan gewerkt? Jaren, nou ja, ik ben in 2008 begonnen om daaraan te schrijven. Ik heb daarvoor inderdaad een aantal verhalen ook over haar geschreven. Dat is inderdaad begonnen zo'n beetje 5 jaar geleden. Waarom ik haar interessant vind, is dat zij ook een metafoor is eigenlijk voor die macho-economie die eigenlijk in de jaren 80 ontstaat in de computerindustrie. En eigenlijk culmineert in de internethype. En het is eigenlijk de wereld van greed is good. Wall Street, 1987, Oliver Stone, we kennen dat icoon. En zij is eigenlijk dat icoon in Nederland geworden. Die duimen die staan voor eigenlijk voor de vrouw die hebzuchtig is en gegraaid heeft. Nou is dat beeld natuurlijk onterecht eigenlijk. Want het is natuurlijk ook het resentiment van die teleurgestelde belegger. Dat heb ik net even geschetst. Ja. Die natuurlijk eigenlijk gewoon zelf gewoon een graaier was. En wat daartoe geleid heeft. Hè? Dus je hebt heel veel van die haat die op haar is terechtgekomen. Ook vooral natuurlijk naar de instort van die koers. Zij werd echt de kop van Jut. En dat is natuurlijk niet terecht geweest. Maar jouw journalistieke belangstelling, die kan ik me voorstellen. Je bent financieel, sociaal-economisch journalist. Je weet er veel van. Dat blijkt trouwens ook uit het boek. Gedegen informatie, maar ook iets persoonlijks. Je hebt bijvoorbeeld in quote een artikel geschreven over haar seksuele praktijken. Dat is later enigszins gerectificeerd. Nee, geheel gerectificeerd. Geheel gerectificeerd. Nee, het artikel is helemaal niet geheel gerectificeerd. Nee, zeker niet. Maar goed, een bepaald gedeelte daarvan is in elk geval. Een bepaald gedeelte is daarvan gerectificeerd. En daardoor krijg je het idee, wat heeft toch die Erik Smit met Nina? Het artikel ging ook helemaal niet over haar, die praktijken, die sekspraktijken. Er waren een paar zinnen die daarin stonden. Daar gaat dit boek helemaal niet nee, over. Nee, zeker. Dit boek gaat opvallend niet, eigenlijk. Nee, opvallend niet. Ook in dat artikel waar het over had, dat is 5 jaar geleden bij Quote uitgekomen. Daar gaat het eigenlijk veel meer om over de immoraliteit waarin deze vrouw handelt. En de agressie met name. En dat is eigenlijk wel een wezenskenmerk van deze vrouw. De ongelofelijke agressie. We hebben het net over wraak gehad. Deze dame die heeft de wraak en rancune tot een van haar... Geef eens een voorbeeld. Nou ja, zij is in staat om mensen die haar dwars zitten,
U zit er tegenover een. Om die met zeer lange procedures dwars te zitten. Ik zal u wat laten zien. Ja. Ik werd een jaar geleden door de deurwaarder verrast met dit kloeke ding. Het is een dagvaarding. Het gaat over twee letters. De letters SM. Twee letters? Ja, dit gaat er allemaal over. Het gaat over het SM-verhaal, of niet? Het gaat niet over het verhaal. Het gaat alleen over die twee letters die u noemt. Maar Erik, het is toch niet zo raar dat iemand... Nee, het is een claim van €500.000. Dus dat, ik bedoel, ja, voilà. Maar kijk, deze mevrouw is dat heel erg belangrijk. Ja, dat is zij is een belangrijke zakenvrouw. In het verhaal wat jij in quote schrijft gaat het op een gegeven moment ook over haar vermeende SM-praktijken. Zij voelt zich daarin geraakt en zij denkt, ik ga die man gewoon kapot maken. Ja. Nou ja, nee, dat is inderdaad die energie die zij heeft. Ik ga haar weer kapot maken? Nee, helemaal niet. Nee, het is heel goed dat je dat vraagt, want het gaat natuurlijk uiteindelijk om dit boek. Dat verhaal dat speelt daar dus geen rol in, althans niet in dat element. Het is inderdaad belangrijk dat je natuurlijk op een gegeven moment afstand neemt van dat onderwerp. Dat je ook haar talenten beziet. Hè? Want je moet niet vergeten, deze vrouw heeft wel een beursgang op haar naam staan. De op één na grootste beursgang aller tijden in Nederland. De grootste internetbeursgang aller tijden in Europa, nog steeds, tot op de dag van vandaag. Dus daar moet je wel voor wat voor in je mars hebben. Maar waarom wil je dat wij dat weten? Omdat dit is een historische figuur. Waarom u al een paar dagen geleden nog iemand aan tafel zit die een boek over Bernard schreef? Nou, ja. Over Napoleon worden er nog jaarlijks worden er 25 boeken gemaakt. Maar die zijn alweer dood. Ja, ook dode mensen zijn wel interessant. Nou, nee, maar als ik hoor dat ik... Nee, maar dat voelt toch een beetje anders. Ik heb ook over dode mensen geschreven. Ja. Maar ja, goed, dat is inderdaad grappig dat je dat zegt. Want dat is inderdaad... U laat het stickertje zien, het ongeautoriseerd. Dat is een beetje de cultuur in Nederland ook. Ja, je gaat pas over iemand schrijven als hij tussen zes planken ligt. Ja. Want dat is ook wel handig, want dan heb je ook niet zoveel... krijg je die dagwaardingen niet meer in je bus. Dat is niemand zeker is. Deze vrouw heeft in Nederland tot op de dag van vandaag nog... behoort tot het collectieve geheugen. En wat is haar macht Erik, eigenlijk nu? Is zij nog een speler ergens? Nou, zakelijk zou je niet kunnen zeggen dat zij echt een speler is. Ze heeft na World Online niet echt een bedrijf meer opgezet wat van groot belang is. Ze is enorm vermogend. Hè. Ze heeft naar schatting... Althans, dat is mijn schatting, denk ik, rond de €500 miljoen bij die beursgang verdiend. Nou ja, dat is natuurlijk een ongelooflijk bedrag. Geld, ja, zo plat is het, is macht, invloed. Daarmee nodig je uit, kun je bijvoorbeeld de kas van Rita Verdonk tijdelijk even spekken. Daar kun je een mooie feest van organiseren, waar ook weer politici opkomen. En zo plat werkt deze wereld. Maar even terug naar het karakter wat je schetst. Je noemt de rancuneus. En de wijze waarop ze met haar personeel omgaat is bepaald niet, of althans delen van het personeel niet, altijd even liefelijk. Nee. En het is niet iets wat ze zelf zo ziet. Ik bedoel, laten we eens even kijken naar hoe zij graag overkomt. Als ik in een vergadering ben bijvoorbeeld en werkelijk oneens ben met dingen, dan heb ik niet de neiging om mijn stem te verheffen, maar om te huilen van woede. Ik denk dat als je gewoon comfortabel voelt met jezelf, dat mensen dat niet helemaal snappen. En dan denken, oh god, wat is zo opstandig. Koelheid en hardheid. Koelheid en hardheid zelf, ja? Dat zeggen ze over mij. Qua uiterlijke, wat ik probeer te zeggen, en qua innerlijk, what you see is what you get. Er zijn geen hidden hoeken bij mij. Geen verborgen agenda's? Nee, dat heb ik absoluut niet. Ik heb zelf... twee zogenaamde vrienden de rug toegekeerd. Omdat ik vond dat ze niet een goede rol hadden gespeeld in mijn leven. Als je schoon geweten hebt, slaap je gewoon. Nou, dat had ik. En toch wel tussen de grootte der aarde. Zagen we haar met Mandela. En de rechter Drive, dat zag ik ook. En een hele goede, ja. Dus dat, blijkbaar weet ze dat imago van een vriendelijke vrouw toch? Nou, daar is ze uitstekend in geslaagd. Dat is een van haar grote talenten. Je zou kunnen zeggen dat eigenlijk haar hele carrière... daar heeft ze eigenlijk een groot web van verdichtsels rond hem heen gesponnen. Ook voorafgaand die beursgang. Eigenlijk was die... Haar cv, het beroemde, dat staat natuurlijk een element in dat beursprospectus... waar natuurlijk uiteindelijk het vonnis van de Hoge Raad ook zo streng over was. Dat cv, haar carrière, haar biography, dat strookte totaal niet met de feiten. Dat blijkt natuurlijk ook uit mijn boek. Maar dat is ook heel knap, dat ze dat voor elkaar weten krijgen. Ja,
Kijk, in het boek komt ze niet als een sympathieke vrouw over. En nee. Ik heb nog even gebeld met mensen om haar heen. En die zeggen, het boek staat vol met fouten. En we zien elkaar bij de rechter. Dan... Ja, daar zit ik dus ook. Vrijdagochtend om 9:00 is er een zitting, een kort geding. Dat is dit dingetje. Ze worden allengs dunner, zo ziet u. Ja. En wat wordt er geëist? Nou, ze heeft het boek gelezen. U heeft gezien, ze zegt zelf wel, het is een kloek ding. Ja. 400 pagina's. Nou, er staan hier vijf passages in die nu... gerectificeerd moeten worden. Inderdaad, dat is de eis. Dus het eis is niet langer dat het boek verboden moet worden. Of, in eerste instantie wilden ze de publicatie tegengaan, herstel. Om totale inzage te krijgen en om het helemaal te kunnen corrigeren. En nu spits dat toe op 5 onderwerpen die in het boek staan, 5 passages. Dat is daarmee. Ik moet u zeggen dat ik er eigenlijk uitkijk naar deze zitting. Ik heb natuurlijk met al die toestanden de laatste jaren ongelooflijk veel met advocaten, met briefwisseling en noem maar op. Waar betaal je dat allemaal dan eigenlijk? Ja, dat is een stichting die mij helpt daarvoor. Ik heb een... En wordt die gevoed door mensen die niet van Nina houden? Nee, nou ja, goed. Ik moet u zeggen dat er niet heel veel mensen zijn die echt haar heel erg lief hebben. Er zijn ook mensen die haar echt waarderen. Want ook wat ik al zei, ja. Want ze heeft grote talent. Maar de vraag was... fonds. Het fonds, dat wordt inderdaad gesteund door een aantal mensen die denken van... Nou, Erik Smit moet niet kapot geprocedeerd worden. Maar misschien wel dat ze denken, Nina Brink moet kapot geschreven worden. Nee, absoluut dat niet. Dat niet, die zit er niet. Nee. Wat heb voor claims liggen er nog op jou eigenlijk, van haar? Nu in totaal 6 ton. Goed, een dagvaarding zeg maar, van 1,5 week geleden. Daar zat ook een boeteclausule in van 5,5 ton per dag. Die wordt dus niet meegenomen in dit verhaal nu, waar vrijdagochtend waar ik voor zit. Het blijft nog even, de teller blijft nog even op 6 ton steken. Juist. Nou, zei jij aan het begin van het gesprek, het is ook een symbool van de Nederlandse macho-cultuur. Wat zaken doen betreft. Ja. Valt zij op omdat ze een vrouw is die macho-cultuur zo goed... Nou ja, dat is natuurlijk heel wonderlijk sowieso. Omdat zij is eigenlijk omhoog gekomen in de wereld van de computerindustrie. Dat is, we hebben het eerder al over een vastgoedbaasjes gehad. Nou, in de jaren 80 moet u voorstellen, dat waren de computerjongens. Dat waren de vrije jongens, de gevatte jongens die het allemaal voor elkaar hadden. En dat is natuurlijk een enorme groeimarkt en ja. Alles kon. Maar het was echt een agressieve markt ook. En daar is zij groot in geworden ook, in die periode. Zij stak er eigenlijk qua... Eigenlijk als je leest, en dat is ook met Sam en bevindingen... dat in agressiviteit eigenlijk met kop en schouders bovenuit. Het is een kleine dame, 1,58 meter. Ja. En toch, al die grote kerels, de Willem Smits, de Joep van den Nieuwenhuizen... Hoe pakt ze die in dan? Wat is dan haar talent? Nou ja, haar talent is dat ze enerzijds heel erg goed kan charmeren. En dat zie je ook natuurlijk aan haar netwerken. Dat is een van haar grote talenten. Want ze heeft natuurlijk bij Mandela is op bezoek geweest. Ja. Bij de Britse koninklijke familie. Ja. Nou, daar kom je natuurlijk niet zomaar. Dan moet ze is hier aan tafel geweest? Nou, ja, hier ook. Ze wordt ook bij u uitgenodigd. Selectie. Ja, en een hondje erbij en zo. En nou ja, goed, dus dat kan ze. Ze weten te charmeren. En dat is een talent, dat moet je kunnen. Dat hebben veel mensen die in de top van het bedrijfsleven daar naartoe groeien. En nou ja, zij beheerst dat als geen ander ook. Maar zij weet dat natuurlijk op een goede manier ook uit te spelen. En weet natuurlijk de ene met een ander te verbinden. En ze is ook op een bepaalde manier ook echt brutaal. Ook op een leuke manier. Want als je het begin van mijn boek leest, dan zie je bijvoorbeeld dat ze bijvoorbeeld een magazijnwerker een pak aan laat trekken, een pet op de hoofd zet. En van, jij bent mijn chauffeur. En in die auto zet en naar een belangrijke afspraak gaat. Hè? Dus dat vind ik ook, daar moet ik ook wel weer om lachen, om dat soort trucs. En ze laat een magazijn waar beslag op gelegd is, wat verzegeld is, dat laat ze doorknippen. Ze laat vrachtwagens uit Nederland komen. Al die voorraad eruit, terug naar Nederland. Dat zijn keiboacties waar ik toch ook wel weer een beetje mee moet glimmen. Keihard werken bovendien, hè? Ja. Ongelooflijk gedreven en ze werkt harder dan iedereen. En dat is inderdaad, dat is het opvallende. Dat soort mensen, dat is niet uitzonderlijk voor haar. Dus je hebt natuurlijk meer mensen die toch in het bedrijfsleven, ook in de politiek, die door hun enorme werktempo en kracht, dat ze toch een hoop mensen voorbij lopen. En eigenlijk voorop lopen eigenlijk altijd. En dan nog één negatief aspect waarvan zeg je, nou, dat is me dan bij alles wat ik heb onderzocht het meest aan haar tegengevallen. Nou ja, anders lijkt het te veel aan hagiografie en dat is het ook. Nou ja, god, het is ook niet bepaald een hagiografie, dat zou ik kunnen zeggen inderdaad. Nou ja, wat haar tegenvalt is natuurlijk, het is haar ongelooflijke agressie. En de manier waarop ze in staat is af te rekenen met mensen, ook al liggen ze eigenlijk al plat op de grond. I never kick at people who are already down. Nou, zij doet dat wel. Daar zit iets wat, dat is wel heel wonderlijk. Ja, wat zou daar zitten?
Ik weet het niet. Mijn boek beperkt zich dus tot haar zakenleven. Ik heb, dat is misschien voor iemand anders die na mij komt, die haar misschien haar jeugd zou kunnen bestuderen. Die mogelijkheid heb ik niet gehad. Ik had die toegang niet tot haar familie. Ze heeft bovendien een belangrijke tijd van haar leven in de jeugd in Canada gewoond. Heb je dat geprobeerd? Maar... Heb je geprobeerd haar familie te... Nee, ik heb... dat was bij voorbaat kansloos. Onze relatie was buitengewoon vijandig. Ze heeft haar man Pieter Storms, die begon al te roepen... Meneer Smit, die zaag ik bij zijn knieën af. Die hang ik aan de hoogste boom. En, dus hij bedoelde dat juridisch, hoor, geloof ik. En, Doet hij dat... Oh, nou, dat is helemaal misverstand. Ben ik daar al te bang voor geweest dan? Ja. Nou, goed, nee. Dus laat ik het zo zeggen. De relatie die was niet zodanig dat we nog dachten van... we gaan eens even een kopje thee drinken en hoe komen we hieruit? Althans, we hebben het wel geprobeerd nog. We hebben een mediation gezeten nog. Hè? Oh, jee. Samen in therapie? Samen in een soort van therapie. Alleen bleek gedurende mediation dat ze ook... Hè, we zitten dan aan tafel omdat je eruit wil komen met elkaar. Ja. Toen bleek dat ze ook nog aangifte had gedaan tegen mij bij officier van justitie Leo de Wit. Tegelijkertijd. Dat is een van de redenen waarom ik toen daaruit ben gestapt. Nou ja, vrijdag zie je haar misschien wel in de rechtszaal. We hebben Nina Brink overigens ook nog een reactie gevraagd. Ze heeft gezegd, ik zeg niets tot vrijdag. En na vrijdag zeg ik misschien wel van alles. Nou, dat merk ik dan weer. Ja. Veel plezier vrijdag.